Ik ben Martin Admiraal en ik werk al 1,5 jaar in het museum. Het mooiste aan het vak vind ik het broodbakken in de houtoven. De bakkerij hoort in het museum omdat het al een heel oud beroep is. En het werd heel vroeger al door heel veel mensen gedaan, broodbakken. Ik vind het geweldig om het hier in het museum te werken, omdat het natuurlijk het oude ambacht van de bakker weer laat zien. Weer laat weer zien hoe het vroeger gemaakt werd. Bierbrood maken we van volkoren brood met bijproduct van onze bierbrouwer, dat is borstel. Dat gebruikt hij om bier te brouwen en dat gebruiken wij dus weer her om het in de deeg te draaien. Dat geeft dus heel veel smaken en heel veel enzymen. Het brood laten we hier extra lang rijzen, waardoor die smaak nog eens een keer extra ontwikkeld wordt. En daarna laten we het bakken in de houtoven, waardoor het brood ook heel erg lekker is. De bakker van nu heeft vaak wat minder tijd, logisch omdat de prijzen erg onder druk staan. En wij maken dus deeg wat vrij lang onderweg is en heeft een tijd om te ontwikkelen. En dan ook nog eens een keer in een houtoven kunnen bakken, dat is geweldig. We hebben de houten takkendorst over met takken van het museum hier, waardoor alles dus regionaal veel gebruikt wordt. Vanuit huis uit ben ik bakker. Mijn vader was bakker, mijn opa was bakker. En door de jaren heen ben ik bij diverse bakkerijen geweest. Ik heb grote bakkerijen gewerkt waar het machinaal gaat en waar het snel en snel moet. Logisch vanwege de concurrerende prijzen. En ik heb bij een kleine bakker gewerkt in Nijmegen, bij een ambachtelijke bakker waar het ook allemaal weer wat rustiger gaat. En hier is het geweldig omdat je het hele proces kan laten zien aan de gasten. In de industriële bakkerij moet je alles met machines doen. Dan gooi je dus een deeg in de machine en dan komt er een brood uit. Hier mag je dus zelf een deeg draaien wat vrij lang duurt. Het duurt bijna 1/2 uur. En daarna moet je het op de hand met de hand afwegen, daarna met de hand oprollen en daarna met de hand opmaken. En dat is juist het mooie van dit vak, dat alles hier met de hand kan. Een mooie herinnering aan het afgelopen jaar is dat hier een oud bakker staat en die vertelt dat hij vroeger dus ook nog echt werkelijk zo gedaan heeft. Zoals ik het nu dus doe, totdat hij met die houtoven, dat hij nog bij zijn vader in de bakkerij ook zo gewerkt heeft. Dat is echt een moment dat je zegt van, zie je dat je het nu doet zoals het vroeger was. Ik wil graag aan de bezoekers meegeven dat ze zien dat het ambacht van een bakker dus de aandacht en tijd nodig heeft voor om een lekker brood te kunnen bakken. Het is mooi om de mensen te laten zien hoe een ambachtelijk brood gemaakt wordt. Goedemiddag!